Vandaag brengen we een bezoek aan de firma Allmedics te Keerbergen. Zij bieden innoverende medische apparatuur en oplossingen aan in een wel heel bijzonder domein. Namelijk het behandelen van wonden en allerhande andere letsels enkel op basis van je eigen bloed. Als je een wonde oploopt, gaan verschillende stoffen zoals je eigen groeifactoren via je bloed naar de plek van de wond, om het letsel daar te genezen. Dat is een natuurlijk proces. Wel, bij Allmedics leveren we materialen om deze groeifactoren te concentreren en te isoleren. Dat begint met een eenvoudige bloedafname bij de patiënt. Dat bloedbuisje gaan we in een centrifuge plaatsen en na de centrifugatie gaan we de concentratie groeifactoren en de stamcellen hieruit gaan isoleren. Dat materiaal brengen we dan aan op de wonden of injecteren we in het weefsel waar heling nodig is. De indicaties zijn enorm breed en veelzijdig. Overal waar regeneratie nodig is, kan je eigen bloed gebruikt worden. Dit kan bij wonden, zoals chronische wonden of brandwonden, maar kan ook voor huidverjonging gebruikt worden, omdat het de natuurlijke collageenproductie zal stimuleren. Door deze bloedtechniek toe te passen, zal de wonde veel vlugger genezen, waardoor er op lange termijn veel minder tijd in beslag genomen zal worden en je een snellere genezing zal hebben. Binnen de vaatchirurgie gebruiken we groeifactoren voor de behandeling van chronische wonden die ondanks maximale vasculaire behandeling na 3 maanden toch nog steeds aanwezig zijn. En zo hebben we zelfs al amputaties kunnen vermijden. Ik gebruik groeifactoren al ruim 10 jaar. Als MKA-chirurg ben ik ermee gestart in de implantologie. Het is een unieke oplossing in de behandeling van huidkanker. Het voorkomt eigenlijk bijkomende reconstructiechirurgie, wat een enorm voordeel is voor de oudere patiënt.